in de Tesla Model S met autopilot. Was het nou uw eerste echt semi-autonome rit of heeft u het wel eerder geprobeerd? Nee, ik heb wel eerder geprobeerd, maar ik reed toen op de Amerikaanse wegen en ja, daar was soms de situatie wel een beetje anders. Dus dan merk je dat je vaker het stuur grijpt. En dit was wel de eerste keer dat ik echt zo lang hands-free reed. Heerlijke ervaring. Ja, ging het makkelijk inderdaad, makkelijk om het vertrouwen aan de auto te geven? Ja, na een korte tijd wel. Echt de eerste minuten merk je gewoon dat je toch onmiddellijk weer of wil remmen of je handen aan het stuur wil doen. Dus eigenlijk in control zijn. Maar uiteindelijk ging het wel wat gemakkelijker. Je moet ook niet aan politici vragen om het stuur uit handen te geven. De Tesla Model S heeft eigenlijk overnacht zijn auto veranderd in een semi-autonome auto. En dan vraag ik me af, doet hij daar eigenlijk nog wel mee in de typegoedkeuring of vergalopeert Tesla zich met zoiets? Nou, het is best complex, want normaal geven wij type goedkeuring. Dan hebben we die auto helemaal bekeken en dan zeggen we hier geven we goedkeuring voor. En vervolgens hebben zij een update op afstand gedaan. En wat heb je dan eigenlijk goedgekeurd? Niet die auto die uiteindelijk rijdt. Maar we hebben ervoor gekozen om dat wel ook te accepteren. Ook daar met Tesla gewoon goed uit te komen. Omdat we die ontwikkeling ontzettend belangrijk vinden. Dus ja, de wereld wordt gewoon anders. Het zal vaker gaan gebeuren, ook met andere auto's. En waar wij naar moeten kijken vanuit RDW is hoe zorgen we dat de auto's veilig en betrouwbaar zijn. En dan even af van onze oude systemen en kijken naar nieuwe mogelijkheden om snel op innovaties in te kunnen spelen. U heeft uw collega transportminister uit Europa uitgenodigd om 30 april naar Nederland te komen. Wat hoopt u met hun te bereiken? Nou, ik vind het heel belangrijk dat zelfrijdende auto's nog verder een boost krijgen. Zowel qua regelgeving als qua investeringen in infrastructuur, als communicatie onderling tussen merken, data, privacy. Nou, die onderwerpen die wil ik allemaal bespreken met mijn collega's. Zeggen dat we vaart moeten maken om dit ook mogelijk te maken. Om in Europa ook een beetje voor te blijven. En om dat gedaan te krijgen heb ik een declaratie waarin een aantal punten staan die we met elkaar afspreken. Op gebied van veiligheid, op gebied van privacy, op gebied van investeringen. En ik hoop dat iedereen het ondertekent. En dan kunnen we tenminste heel snel door. En moeten autoliefhebbers nou bang zijn dat ze in de toekomst nooit meer zelf achter het stuur kunnen kruipen? Nou, voorlopig blijft het een gemixte markt, om maar zo te zeggen. Dus de auto's zullen langzamerhand steeds meer autonoom worden. Niet van het een op het andere moment. Anders moet je toch maar gewoon af en toe een kaartje voor het circuit kopen als je weer eens even lekker wil scheuren. U probeert Nederland echt op de kaart te zetten als het land waar het autonoom rijden kan worden getest. Waarom denkt u dat Nederland aantrekkelijk hiervoor is? Nou, we hebben een hele belangrijke ondersteunende markt voor dit soort auto's. Dus bijvoorbeeld NXP die chips maakt. TomTom die natuurlijk in de navigatiesystemen heel belangrijk is. En als er dan toch standaarden ontwikkeld worden de komende tijd, dan wil ik heel graag dat Nederland daar een rol in speelt. Dat is het eerste. Het tweede is dat wij als land zelf ook heel geschikt zijn als testland. Daarom zijn wij vorig jaar januari al helemaal testland geworden. Omdat wij relatief kleine steden hebben. Je zit snel op de snelweg en ook snel weer in het stedelijk gebied. En dat is heel aantrekkelijk voor merken om hier te testen. En sowieso vind ik dat als er nieuwe innovaties zijn, dan moet je ook zorgen dat je daar heel snel je regels op aanpast, zodat die nieuwe innovaties snel kunnen neerslaan.